Waarvoor gebruiken chirurgen de nieuwste gamingtechnologie? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, toen ik nog iets jonger was dan de mensen hier op de voorste rij, zat ik op de basisschool en ik had daar een vriendje die heel erg ziek werd. Hij kreeg een ernstige nierziekte. Hij moest ontzettend veel naar het ziekenhuis, moest uiteindelijk geopereerd worden. En hij heeft daardoor een jaar van zijn basisschool gemist. En ik vond het ontzettend oneerlijk, omdat wij al zijn vriendjes een ontzettend leuk leven hadden, veel voetbalden. En hij kon daar niet aan deelnemen. Ik vond het zo'n oneerlijke situatie dat ik het gevoel kreeg, en daar is bij mij een beetje de passie ontstaan, om echt iets te gaan doen voor de zorg. Die strategie en die passie is eigenlijk ook de drijfveer van ons 3D-lab, waar we met een heel team van jonge, talentvolle mensen. Ik ben heel gelukkig dat ik daarmee mag werken. En we zetten ons echt in om de zorg te veranderen met het gebruik van nieuwe technologie. En ik wil jullie daar vandaag iets van laten zien. En ik wil jullie meenemen in de wondere wereld van augmented reality. Jullie kennen waarschijnlijk allemaal virtual reality wel. Ik denk zeker de mensen hier op de eerste rij. Bijvoorbeeld van de reclames van Samsung. Hè. Als je de nieuwste telefoon van Samsung koopt, krijg je daar een soort kartonnen bril bij. Of zelfs een nog mooiere bril, waarin je die Samsung-telefoon kan zetten. En daarmee sluit je eigenlijk af van de werkelijke wereld. En waan je je in een virtuele wereld. Het wordt gebruikt in games, maar ook om bijvoorbeeld bij een concert aanwezig te zijn, terwijl je gewoon thuis op de bank zit. Hè. Je kunt alle kanten opkijken en je waant je echt alsof je zelf bij dat concert aanwezig bent. Augmented reality, en ik heb hier een augmented reality bril. Dat is eigenlijk net een iets andere techniek dan de virtual reality. Want bij de augmented reality kunnen we door de bril heen kijken. En behalve dat we dan gewoon, als jullie zelf een bril op hebben, kun je er ook doorheen kijken, kun je alles goed zien. We kunnen daar ook computerobjecten in projecteren. Dus dat betekent dat we een combinatie krijgen van de virtuele wereld met de daadwerkelijke wereld. En daar kunnen we hele mooie dingen doen. Ik denk dat die techniek nog verder gaat verbeteren dan wat ik hier vandaag in mijn handen heb. En ik denk dat het voor de zorg een grote impact gaat hebben. Ik ga jullie daar vandaag wat voorbeelden van laten zien. Een van de voorbeelden, een simpel voorbeeld wat ik wil noemen, is bijvoorbeeld bij het bloed prikken. Stel nou dat je bloed moet laten prikken en de verpleegkundige kan deze bril opzetten. Die ziet jouw arm, maar die ziet daar overheen geprojecteerd alle bloedvaten die in jouw arm lopen. Dat zou betekenen dat zij gewoon met het prikje in één keer op de goede plek zit, dat ze nooit meer misprikt en dat er daardoor minder complicaties ontstaan. Zeker bij oudere patiënten bijvoorbeeld. Ik ga jullie een demo geven hoe we bijvoorbeeld een niertumor kunnen visualiseren. Ik hoop dat hij het doet. Met dank aan Han. En jullie zien het. Jullie zien, ik kan jullie allemaal nog steeds zien. Maar als ik hierheen kijk, dan zie ik daar in de ruimte een model geprojecteerd. We zien de wervelkolom met de ribben. We zien de bloedvatstructuren in rood. En we zien de nieren in blauw. Als ik nou de bril een opdracht geef, rotate, dan zien we dat het model gaat draaien. En ik kan het model ook ontleden in de computer. Start planning. En wat jullie zien, de wervelkolom verschuift. Het niermodel wordt ontleed. En in geel kan ik de tumor zien. En de chirurg kan deze bril opzetten tijdens een operatie. En die kan dit boven de patiënt projecteren. Maar hij kan het ook op het lichaam van de patiënt projecteren. Waardoor hij precies kan zien waar de tumor zit en waar belangrijke structuren zitten die hij tijdens de operatie wil vermijden. In ons 3D-lab gebruiken we heel veel technologie. Onder andere 3D-printen, waarmee we operaties voorbereiden. En die operaties kunnen we daardoor nauwkeuriger en efficiënter uitvoeren met minder complicaties. Wat jullie hier zien aan een voorbeeld is een kaakoperatie die uitgevoerd wordt. En we printen daar malletjes waardoor de chirurg eigenlijk maar op één manier de kaak kan doornemen. Precies weet waar die schroefjes moet plaatsen, precies weet waar die moet boren en precies weet waar die moet zagen. En daardoor kunnen we van een lange operatie, het is een operatie ongeveer 12 uur duren, kunnen we echt tijd afsnoepen wat significante impact heeft voor de patiëntenzorg. Dit soort technologie gebruiken we al lange tijd, 3D-technologie, maar augmented reality staat echt nog in de kinderschoenen in de gezondheidszorg. Ik denk dat er nog veel moet verbeteren voordat we het echt sterk kunnen gaan toepassen in de patiëntenzorg. Maar het is zeker veelbelovend en ik wil jullie eigenlijk laten zien hoe we het op dit moment in het Radboud UMC 3D-lab inzetten in de patiëntenzorg. En dat wil ik doen aan de hand van een schedeloperatie die we helaas, ik geef de bril even af, voordat die kapot valt, die we helaas
per week, zeker één, soms twee keer doen bij kindjes met een misvormde schedel. Die kinderen hebben een schedel waarbij de groei verkeerd gegaan is. De hersenen willen ontwikkelen en de schedel moet verder groeien. Dat kan niet door die misvormde schedel en daardoor moeten we een operatie doen. Het zijn complexe en ingrijpende operaties. Je kan je voorstellen voor de ouders die net een kindje gehad hebben dat het heel ingrijpend is. Vroeger, toen we 3D-technologie nog niet hadden, was deze operatie volledig afhankelijk van de expertise en de ervaring van de chirurg. Het zijn complexe, lange operaties. En de chirurg moest elke keer tijdens de operatie kijken wat het optimale plan was. Er was veel discussie tijdens de chirurgen op de operatietafel om weer een nieuwe schedelvorm te creëren. En daardoor was er veel bloedverlies en waren er veel bloedtransfusies. En moesten de kinderen lang in het ziekenhuis. Ze moesten echt vaak een week in het ziekenhuis blijven voordat ze weer naar huis kon. Met het gebruik van 3D-technologie die we tegenwoordig inzetten, is de operatie volledig vooraf voorbereid. Dus met de chirurg bespreken wij eigenlijk alle stappen die de chirurg tijdens een operatie door moet nemen. En hij weet, als hij naar de operatietafel gaat, precies welke stappen hij moet zetten, waardoor we de operatie effectiever kunnen uitvoeren en we eigenlijk nooit meer bloedtransfusies nodig hebben. Wat jullie hier zien is een voorbeeld van augmented reality en dat is waar we nu mee bezig zijn. Want een van de problemen om die operatieplanning die we vooraf in de computer gedaan hebben naar de operatiezaal te krijgen, is dat het nog lastig is. We projecteren dat vaak op computerschermen. En de chirurg kijkt dan op de computerschermen, neemt zo'n planning over op de schedel van zo'n patiënt. Het lastige is, hij zou eigenlijk gewoon die bril op willen zetten, willen zien wat hij moet doen. En dat laat deze animatie zien. Ik zal het jullie even meenemen door de animatie. Dus wat we hier zien is een 3D geprinte schedel. Niet van een echte patiënt, maar een geprinte schedel om even het voorbeeld aan te geven. En de chirurg heeft de bril met augmented reality op. De chirurg die kan eigenlijk met zijn vinger deze animatie bedienen. En die kan daardoor precies zien, jullie zien het hier. Hij kan zeggen, ik wil kijken waar ik mijn zaagsnees moet zetten en welke botdelen ik precies moet maken bij deze operatie. Ik kan dat precies geprojecteerd op de schedel zien. Hij kan zien waar de botdelen heen moeten verplaatsen. En als hij dadelijk de contour aandrukt, kan hij precies zien waar hij zijn zaagsnedes moet maken. Als hij dan naar de 3D geprinte schedel kijkt van deze patiënt, dan kan hij precies zien waar hij met zijn zaag de schedel moet doornemen. En op deze manier wordt hij echt stap voor stap begeleid om deze operaties goed en nauwkeurig uit te voeren. Ik ben ervan overtuigd dat deze techniek nog verder verbeterd gaat worden in de toekomst. En dat het echt een verandering gaat betekenen voor de zorg. Niet alleen voor ons, voor de zorg, maar ook voor ons algemene leven. Dit soort technologie gaat niet meer in een bril zijn over 5 jaar, maar gaat echt met lenzen werken. Waardoor je eigenlijk door die lenzen de werkelijke wereld met een virtuele wereld kunt zien. En deze technologie gaat voor de zorg echt een grote verandering betekenen. Dus ik denk dat het beeld van de chirurg met zo'n bril op gaat veranderen naar het beeld van de chirurg met een lens in het oog. En ons doel is om die patiëntenzorg echt beter te maken met dit soort technologie. Ik denk dat we het voor de patiënt beter kunnen maken, ook voor de arts beter kunnen maken. En dat we hiermee uiteindelijk de gezondheidszorg goedkoper kunnen gaan maken door de inzet van dit soort technologie. Ik hoop niet dat jullie ooit in het ziekenhuis komen en geopereerd moeten worden. Dat hoop ik echt van harte niet. Als het wel noodzakelijk is, dan hoop ik dat dit soort technologie beschikbaar is, waardoor jullie verblijf in het ziekenhuis zo kort mogelijk is, jullie snel naar huis kunnen en het zo comfortabel mogelijk is. Dank voor jullie aandacht.